Wat belangrijk voor u is te weten, dat we het eerste geval hebben gehad op 13 maart. Het laatste geval op 31 maart. We hebben bij elkaar 10 gevallen gehad. En inmiddels 1 overleden en 9 mensen hersteld. Als 31 maart het laatste geval is, vandaag 8 mei. Dat wil zeggen dat we al 5 weken COVID-vrij zijn. Wij adviseren als COVID Alert Team van de VHP het versoepelen van de COVID-19 maatregelen in een gefaseerd plan. Dus niet patsboom van de een op de andere dag, maar we willen het gooien in een, over een bepaalde tijdslijn die ik later met u zal doornemen. Verscherpen van de controle in de grensgebieden, intensiveren van de patrouille over de grensrivieren, repatriatie met intensief en gecontroleerd beleid zoals dat nu plaatsvindt. U weet dat van alle mensen die tot nog toe zijn gerepatrieerd, geen één positief is gebleken, dus dat moeten we zo houden. Een gefaseerd opheffingsplan van de lockdown, de nieuwe 1,5 meter samenleving zoals we dat noemen. We stellen voor om de eerste fase aanstaande maandag 11 mei al te laten beginnen met heropenen van kleine ondernemingen. Crèches heropenen, dat zijn heel vaak mensen die in vitale beroepen zitten of beide ouders werken, zodat opvang van kinderen kan plaatsvinden. En de partiële lockdown, die van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens geldt, dat te verschuiven naar 12 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. De tweede fase stellen we voor om in te gaan op 18 mei, waarbij we zeggen het heropenen van scholen met inachtneming van social distancing. Het openen van restaurants, natuurlijk nog steeds met social distancing. En de samenscholing, het samenscholingsverbod, dat gaan opheffen of aanpassen. Op dit moment is het nog steeds niet meer dan 10 man. Maar we denken dat het veel ruimer zou kunnen naar 50, misschien zelfs 100 mensen. En de derde fase die wij voorstellen is ingaande 1 juni. Om sportactiviteiten te herstarten, discotheken en cafés zeg maar, weer ruimte te geven om open te gaan. En ook natuurlijk onze luchtruim. Dat is erg belangrijk. Wij denken dat ook daar partieel toestemming gegeven kan worden om luchtruim open te gooien. En zeker naar speciale landen waar we veel verkeer hebben met goede afspraken. Let u wel, met goede afspraken. Wij denken in de eerste instantie aan Nederland, waar heel veel Surinamers wonen. Maar van waaruit er heel veel mensen komen die naar Suriname komen als toeristen. Dan wil je stage komen lopen of werken. Maar natuurlijk gecontroleerd. Niet alleen een entry screening hier in Paramaribo op de luchthaven. Maar zeker ook een exit screening op Schiphol. Je zou daarmee niet alleen een maatschappelijk leven push kunnen geven. Je zou onze national carrier weer wat brood kunnen laten verdienen. Maar je zou daarmee ook die hele horeca sector een boost kunnen geven. We denken ook aan dus reizen met duidelijke adviezen. En alle reizen die niet noodzakelijk zijn, in ieder geval niet essentieel zijn, liever aanhouden van Surinamers naar het buitenland. En ten derde natuurlijk ook recreatieorden moeten natuurlijk gaan opengaan. Ten aanzien van onderwijs, daar zal ik het niet over uitweiden, maar we hebben ook gedacht aan partieel opengooien in die zin van kleinere klassen, meer dagen, minder dagen per week, etc. Maar ik wil dat gedeelte overlaten aan mevrouw Mangre. We denken eraan om de scholen te heropenen op maandag 18 mei. We beginnen alvast om aan te geven een gefaseerd part-time onderwijs. En dan denk ik dat we nog de COVID-regels in acht moeten houden. Vandaar dat het voorstel is dat we komen tot een driedaagse schoolweek. De klassen zijn groot, dat weet u allemaal. We zitten met 50 leerlingen in klassen, 40 leerlingen. Dus als we het in delen doen, ik denk een groep maandag, woensdag en vrijdag. Een ander deel de dinsdag en de vrijdag. Dan denk ik dat het zou moeten lukken om dan onderwijs te kunnen geven op die manier. We houden natuurlijk de distance in acht, dat is 1,5 tot 2 meter. Vanuit deze plaats wil ik ook een beroep doen op de ouders, de leerkrachten en de leerlingen om mee te werken, om dit voorstel te adapteren. En we denken zeker ook na om de beoordeling zoals we dat hebben aan het eind van het jaar, om te kijken hoe we daaraan een oplossing kunnen brengen. We willen wel de kwaliteit blijven bewaken en niet doen aan normverlaging. Laat me dat expliciet aangeven. Het moet geenszins de bedoeling zijn dat het gaat inboeten aan kwaliteit, maar ook niet dat de normen worden verlaagd. Maar er zijn een heleboel methoden om daaraan met de oplossing te komen, omdat we in het verleden ook maanden hebben gemist. Maar we hebben samen met directeuren van scholen en schoolleiders gekeken hoe we toch
dat schooljaar hebben kunnen redden. En dit schooljaar valt nu nog te redden. Vandaar dat we zeggen, we willen overgaan tot de normalisatie van het onderwijsproces. Want we zijn niet van oordeel dat dit schooljaar een verloren schooljaar moet gaan worden.